Bij verschillende Nederlandse erfgoedinstellingen spreken ons collectief uit en staan op tegen institutioneel racisme en alle andere vormen van discriminatie. Daarom hebben wij ons verenigd binnen het platform Musea Bekende Kleur en samen deze verbintenis geschreven. Erfgoedinstellingen zijn mede bepalend voor hoe wij als samenleving naar onze culturen, geschiedenis, heden en toekomst kijken. Het is aan ons, medewerkers, om ruimte te maken en ervoor te zorgen dat er niet slechts een selectief verhaal wordt verteld, maar dat er meer perspectieven en completere verhalen komen. Diversiteit is essentieel voor dit bredere perspectief. Niet alleen omdat het voor een inclusievere sector zorgt, maar ook omdat wij hierdoor hogere kwaliteit kunnen bieden aan onze bezoekers. Anno 2021 vormen onze collecties, tentoonstellingen en organisaties nog altijd geen goede afspiegeling van de samenleving, waardoor veel mensen zich niet herkennen en thuis voelen in onze instellingen. Binnen het platform Musea Bekende Kleur zijn wij middels 7 reflectiesessies onder begeleiding van externe experts in gesprek gegaan over hoe we dan wel diversiteit en inclusiviteit in onze musea kunnen gaan waarmaken. En terwijl je hierop zuigt, wil ik vragen of je om beurt elkaars polsen wil insmeren. En dan pols voor pols. En dan wit bij zwart en zwart bij wit. En dat staat symbool voor het wegwrijven van de pijn uit het verleden. Wij willen een open en empathische sfeer waarborgen, waarin mensen zich thuis en geaccepteerd voelen. We zorgen ervoor dat collega's zichzelf kunnen zijn, zich ontwikkelen en daarmee volledig kunnen bijdragen aan de organisatie. Wij formuleren en onderhouden gedrags- en cultuurcodes en programma's die een veilige sfeer onderschrijven. Alle collega's krijgen tenminste 1 keer per jaar tools en trainingen aangereikt om vanuit hun eigen rol en vakgebied bij te dragen aan inclusie. Meer mensen uit ondervertegenwoordigde groepen werken in alle lagen van de organisatie en trekken wij aan als samenwerkingspartners. We denken hierbij aan verschil van huidskleur, gender, lichamelijke of mentale capaciteit, seksuele oriëntatie, religie, sociaal-economische status, opleidingsniveau of leeftijd. Alle musea zetten een interne nulmeting op om de huidige demografie inzichtelijk te krijgen. Ieder museum bepaalt vervolgens een streefcijfer om binnen 5 jaar de diversiteit onder het personeel te vergroten. Wij onderzoeken welke groepen mensen niet naar het museum komen en waarom. Wij maken een plan van aanpak om ons actief te verbinden met voor het museum nieuwe doelgroepen. Wij doen onderzoek naar welke verhalen en perspectieven in onze collectie stelselmatig ontbreken en betrekken daar gemeenschappen bij die tot nu toe niet werden gehoord of vertegenwoordigd. Gezamenlijke doelstelling zorgen we ervoor dat we elkaar helpen bij het realiseren van elkaars doelen door jaarlijks bij elkaar te komen en door middel van regelmatige peer review en intervisie. Musea Bekende Kleur zal als platform voor erfgoedinstellingen dit proces blijven monitoren en evalueren en een plek zijn waar kennis onderling gedeeld kan worden. APPLAUS.